Ben jij geïnteresseerd in logistiek? De logistieke wereld is de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig. Wanneer je vandaag een pakketje bestelt, heb je het soms dezelfde dag al in huis. Doorlooptijden worden korter, voorraden lager en de CO2-uitstoot moet minder. Bovendien ontstaan er nieuwe servicemodellen, zoals thuisbezorgen en klantspecifieke leveringen, waardoor de logistieke kosten snel oplopen. Wil jij je verdiepen in de logistiek achter de productie en distributie van goederen? En wil je weten hoe je die in de toekomst kunt verbeteren? Dan is de tweejarige Associate Degree Logistiek iets voor jou. We hebben een opleiding waarbij je in 2 jaar een hbo-diploma kan halen op het gebied van logistiek. Per september starten we met de Associate Degree opleiding Logistiek. Een Associate Degree opleiding is een hbo-opleiding op niveau 5. Er is dringend behoefte aan logistieke professionals, want ondertussen is de krapte op de arbeidsmarkt groot. Werkgevers in de metropoolregio Amsterdam hebben de grootste moeite om vacatures te vervullen op hbo-niveau. Er is dringend behoefte aan logistiek professionals, maar wat doen deze professionals dan? Stel, Albert Heijn moet zijn winkels bevoorraden. Hoeveel pizza's moet er in de Albert Heijn winkel liggen op het Museumplein? Niet te veel, want voorraad kost geld. Maar ook niet te weinig, want dan moet je nee verkopen. Of stel dat je telefoons moet produceren in China. Hoeveel produceer je van elk type en hoe krijg je die in West-Europa? Via de lucht, trein of boot? De markt voor e-commerce groeit ieder jaar met dubbele cijfers. Hoe zorgt Coolblue er nou voor dat zijn producten altijd op tijd worden verzameld in het magazijn en bij jou worden bezorgd? Een logistiek supervisor zorgt ervoor dat de producten op tijd worden verzameld in het magazijn en stuurt de mensen aan. Een logistiek planner plant de productie van pizza's, plant de distributie van telefoons naar het distributiecentrum en plant de distributie van elektronische apparaten tot jouw voordeur. En die houdt daarmee ook nog eens rekening met duurzaamheid. Welke opties zorgen nu voor de laagste uitstoot aan CO2? Wil jij de AD-opleiding Logistiek volgen aan de Hogeschool van Amsterdam? Dan ziet de opleiding er zo uit. In de eerste 10 weken maak je kennis met de theorie achter de logistiek en pas je logistieke termen toe op een bedrijf. In de tweede periode ga je aan de slag met de routeplanning met behulp van routeplanningsprogramma RouteXL. Kan jij producten uit Oost-Europa vervoeren naar het distributiecentrum in Amsterdam? Tegen welke kosten en welke CO2-uitstoot? En vanuit het distributiecentrum in Amsterdam moet het elektrisch vervoerd worden naar de consument. Zorg jij voor de juiste planning? In periode 3 ga je aan de slag met voorraden met behulp van het programma Slim 4 van Slimstock. Hoeveel voorraad moet er aangehouden worden om de consument zo goed als mogelijk te bedienen? Maar pas op, te veel voorraad kost geld. In jaar 2 loop je 4 dagen per week stage en ga je 1 dag per week naar school. We kijken in dat jaar naar jouw leidinggevende capaciteiten. Heb jij het in je om logistiek medewerkers aan te sturen en te zorgen dat je de producten op tijd worden verzameld in het distributiecentrum? Zo ontwikkel jij je aan de HVA tot dé logistiek professional die het bedrijfsleven zo hard nodig heeft. Ben jij degene waar het werkveld om zit te springen? Voor meer informatie over deze opleiding, scan deze QR-code.